Ilse, wat maakt jouw bedrijf nou eigenlijk zo bijzonder? Bij ons op de boerderij kun je de verse melk zo uit de muur tappen. Ja, je hoort het goed. Geen bier, maar melk van de tap. Je kan je eigen fles meenemen of je kan hier een fles kopen voor een euro. En dan zet je hem in het apparaat. Je doet een euro in het apparaat en dan druk je op een liter. En dan komt er een liter melk uit. En dan doe je het deurtje dicht en dan maakt hij het nog even mooi schoon. En dan kan de volgende. Ik vind dat melk uit een pak smaakt meer naar water. En dit is veel voller, dus echt meer room. Ja, romiger. Een baan als juridisch medewerker maakte haar niet gelukkig. Het platteland bleef in haar gedachten. Maar uiteindelijk dacht ik van ja, ik wil toch weer terug naar die rust. En gewoon de boerenverstand, zeg maar. Ik voel me hier beter en gelukkiger. Er is ook wel veel vraag naar en het is gewoon veel lekkerder, de melk. Dus, en je kan mensen echt laten proeven wat jouw koeien produceren, dus dat is superleuk.